Ragel Hazes beheert nu nog de muzikale nalatenschap van Wijlen André Hazes, maar de vraag is hoe lang dochter Roxanne, de werkelijke erfgename, dat nog voort laat duren. Tot die tijd zijn een aantal BN'ers echt vreselijk aan het kruipen voor Ragel, om er maar voor te zorgen dat ze bij haar in de smaak blijven vallen. Het is zo overduidelijk. Een van de types die werkelijk alles doet voor Ragel is de volkszanger John de Bever, samen met zijn man Kees. Rachel hoeft maar met haar vingers te knippen of die twee springen alweer in het gareel. Ook begin vorige maand toen Rachel opnieuw met een ordinaire verkooptruc aankwam. Ze is Hazes bankbiljetten gaan verkopen. Wat? Ja, het is echt waar. Voor 20 euro krijgen fans een Hazes 20je dat helemaal niets waard is. Iedereen weet dat die hardcore Hazes fanzer met boter en suiker in trappen die denken iets bijzonders in handen te hebben. En Rachel lacht ze vierkant uit in de Spaanse zon. Die bestelt alweer de volgende Sangria. Keihard gebruikt. Het erge is, Rachel heeft ook 100 exemplaren van een gouden, limited box, laten maken. Met een gouden, 20 je erin. Wat dat kost? 2990 euro. Het is echt fouter dan fout, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit als zwendel zien. Hoe dan ook, de Kruip BN'ers werken er gretig aan mee om dit allemaal te promoten, waaronder dus John en Kees. Vindt Kees het niet fout dat zij aan dit soort trucs meewerken? Mensen willen dat ook gewoon, dus waarom niet? Als mensen een zwart hoedje op willen in de Ziggo Dome, laat ze dan lekker gaan, zei hij in shownieuws. John vindt het ook allemaal wel prima. Als zij het niet had gedaan, dan had iemand anders dat gedaan. Als zij er recht op heeft. Ik vind dit heel origineel. De biljetten zouden ook een beetje naar leer moeten ruiken, net zoals André vroeger. Ik ben even in verwarring over wat ik net zag. Wat moeten we dan ruiken en hoezo? zei Ronald Molendijk destijds in de showrubriek. Bart Ettenkoven, geen idee. Doe maar alsof je het leuk vindt. Nou, er is dus niemand die dit leuk vindt. En de fans van John de Bever al helemaal niet. Hij krijgt zoveel kritiek op zijn Instagram-post hierover dat Weekblad Weekend er twee pagina's en een cover-headline aan besteedt. Blijf weg van Ragel, luidt de kop. Als je met dat rare wijf blijft omgaan, raak je fans kwijt. Weekend citeert hier natuurlijk fans, maar is dit echt de algemene teneur? Ja, het is voor iedereen terug te vinden op John's Insta. De fans zijn woest. Jammer dat ook jullie je laten meeslepen door en met haar circus. Clowns gezicht dat hebben jullie zo niet nodig, zegt Mario Z. bijvoorbeeld. John's fans zitten hier echt niet op te wachten. Die blijft maar slepen met het lijk van de oude hazes, zegt Kevin. En konneke, ik vind jullie geweldig Kees en John, Roodhart, maar dit bericht scroll ik even door. Audrey, puf, wat jammer dit. Fan van jullie, maar deze narcist hoef ik niet in beeld te zien. Leo, jammer Bevers, dat jullie je laten meeslepen door die vreselijk op geld beluste Ragel. En RJ, dit akelige mens doet alles voor publiciteit. John en Kees blijft bij haar uit de buurt.